Voor diegenen die mijn vorige twee video's hebben gezien, die weten het wel. Maar ik had in die video's gezegd dat ik nu op dit moment eigenlijk zou livestreamen. Ja, woensdagmiddag ga ik live. Ik heb het in beide video's gezegd. Maar ik kan helemaal niet. Het was echt zo dom. Ja, ik wist het eigenlijk wel. Maar ik was het gewoon een beetje vergeten tijdens die video's. Maar ik ben gewoon niet thuis. Dus ik kan helemaal niet opnemen. Dus daarvan in de plaats nu een video. Om het een beetje goed te maken. En dan morgen gaan we livestreamen. Morgenmiddag. Ik heb gekeken in mijn agenda. Dan ben ik wel thuis. Ja, heel af en toe ben ik gewoon niet thuis op woensdagmiddag. En dat kan ik gewoon niet. Maar nu donderdag wel. Dus aangezien jullie waarschijnlijk vakantie hebben, dan kan het ook wel een keer op een donderdagmiddag. Dus morgenmiddag ga ik samen met jullie natuurlijk de nieuwe Crocker pushen. Nou, dan moet ik helemaal naar beneden. Ah, nee, dit gaat niet goed. Namelijk de nieuwe Crocker Mandy. Die gaan we dan pushen met jullie en dan gaan we eens kijken of we die bijvoorbeeld op 500 of misschien al rank level 25 kunnen halen. Dus dat komt morgen. Maar om deze video toch nog een beetje leuk te maken, gaan we wat anders doen. Want ik wil namelijk een volgend room level krijgen. Hier, deze. Dan moeten we 4000 roem hebben. Maar laten we nu hier bij de PES vet veel roem kunnen krijgen. Oftewel credits kunnen krijgen. Om natuurlijk roem level omhoog te gaan. Dus we gaan kijken of dat gaat lukken. Dat ik roem level 2 ga worden. Ik denk dat er nog bijna geen spelers zijn in Brawlsters die dat hebben. Dus dat is heel nice. En we gaan even een paar potjes doen met snoepjes beer Nita. Dan gaan we eens kijken of we Nita naar de 800 trofeeën kunnen pushen. Dan hebben we toch nog een leuke video om het toch nog een beetje mooi te maken. In plaats van een livestream. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe natuurlijk wel dat duimpje omhoog. 1000 likes wordt gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk net zo mooi. Maar we kunnen natuurlijk eerst even die Nita skin selecteren. En persoonlijk vind ik dit wel de vetste skin van Nita. Ja, goud is natuurlijk ook altijd nice. Maar ik vind deze gewoon nice uitzien. Ziet er leuk uit. Als, ja, het is gewoon een snoepje. Ja, daar lijkt het gewoon op. Dus ik vind het helemaal mooi. En met deze skin gaan we dus spelen. Je hebt die solo showdown. Ja, we moeten eigenlijk even kijken wat een goede game mode is. Zullen we duo doen? En dan ga ik wel op zoek naar, of zal ik gewoon even een random vinden. Dat kunnen we misschien ook doen. Nou, laten we eerst wat credits verzamelen. Dan gaan we even kijken hoe ver we kunnen gaan komen. En of we het volgende room level kunnen krijgen. Daarna gaan we even kijken of we Nita kunnen pushen. Maar ik denk eigenlijk dat dat wel moet lukken. Oh, ik heb nu ook krachtpunten verzameld. Ja, maakt niet zoveel uit. Maar volgens mij hebben we echt bad voor credits die we kunnen krijgen. En we hebben natuurlijk ook nog chroma credits. Hier niet. Maar hier hebben we nog gewone credits, dus dat is ook lekker. Dan zitten we nu al op de 1700 ongeveer. En met die chroma credits kunnen we eventueel zometeen ook nog wat extra roem kopen. Dus dat is wel nice. Kijk dan, we zitten nu al bijna op de 1800. Nu zitten we op de 1800, dus we hebben nu nog iets meer dan 200 nodig. Ja, dit gaat sowieso lukken. We gaan wereldwijde roem level 2 halen. Hoe nice is dat? Oh ja, nou deze hebben we het al. Ziek! Dit is toch wel mooi. We hebben nu gewoon room status level 3. Oh, hebben we nu. We hadden level 2, we hebben nu level 3. En dan moeten we 6000 credits hebben. En dan zijn we helemaal eentje omhoog volgens mij. Dan krijgen we zo'n zilveren planeet of zo. Ik ga eens kijken hoe ver ik nu kan komen. Oh nee, weet je wat? Ik ga eerst even pushen met Nita. En als we dan de 800 trofeeën hebben gehaald, dan gaan we kijken hoeveel ik met al deze credits nog zeg maar omhoog kan gaan qua roem. En met die chroma credits kunnen we ook nog extra roem erbij krijgen. Want 100 chroma credits is 200 roem waard. Dus met die chroma credits krijgen we nog erbij. Dus heel misschien dat we zelfs de 6000 kunnen gaan halen. En dan hebben we hier zeg maar gewoon het laatste room level gehaald. Oh, dat zou ziek zijn. Maar we gaan het zien. We gaan eerst even met Nita spelen. Maar weet je wat we doen even met de random? Dan hoop ik dat ik een beetje goede teammate heb. Waarmee ik gewoon een paar potjes kan doen. En misschien dat we dan de 800 trofeeën halen. En ja, misschien dat het ook totaal niet gaat lukken. En eigenlijk is dit niet helemaal geschikt. En we hebben een Sprout als teammate. Oké, nou ja. Ik ga gewoon wel goed spelen natuurlijk. Maar een Sprout als teammate, ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Oké, we hebben wel 2 krachtpunten, dus dat is lekker. Ik wil natuurlijk even mijn super krijgen, dus het zou mooi zijn als dat gaat lukken. Sprout, je moet even wat levens erbij krijgen. Oké, ik heb daar even 1 hit gedaan. Op zich is een Frank wel een chille knokker om natuurlijk, zeg maar... Oh, hij zit hier in het hoekje. Nu kunnen we hem hebben. Ja hoor! Is wel een chille knokker om natuurlijk mijn super op te halen. En ik denk nog 1 hit en dan heb ik ook mijn super. Dus het zou wel nice zijn als we gewoon met Sprout hier even een dikke win gaan halen. Dan kan ik eventueel nog wel een paar potjes doen met Sprout. Die Max, die kunnen we nu hebben misschien. Die is nu echt bijna dood. Ja, oké, die is nu dood. Dus dat is top. Maar die Frank is weer teruggekomen. Ah, loop door dan. Ik wil gewoon eventjes mijn super halen. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, even uitkijken. Oké, dit is allemaal nog net goed gegaan. Ik moet nog 1 hit doen en dan heb ik mijn super.
Ik wil gewoon even mijn super hebben dat ik in ieder geval mijn beertje neer kan zetten. Dan is Nita in één keer een stuk beter geworden. Oh, uitkijken. Uitkijken, Sprout. Want je moet levend blijven. Oké, hij is niet levend gebleven. Oké, ik ga hier even weg. Want daar is een grom. En groms zijn altijd irritant op afstand. Dus dat is altijd vervelend. Oh, nu ben ik bijna dood. Nog 2 seconden overleven. 1, ja, dit overleef ik wel. Dus dat is mooi. Oké, dan is mijn teammate in ieder geval weer terug. Dan moeten we even kijken of we hier misschien een kill kunnen maken. En ik zal nu even mijn beer neerzetten. Gewoon als verdediging. Dan hebben we in ieder geval iets qua verdediging. Dat scheelt. Oké, nu even oppas geblazen. We zitten in de top 3. En wordt die laatste daar nu gekillt door dat andere team? Ja! Hoppa! We hebben de top 2 gehaald. Let's go! Niet de OP! Oké, dit ging eigenlijk niet eens zo extreem goed, dit potje. Maar we hebben wel weer gehaald. Met de Sprout. Nou, ik weet 1 ding zeker. Sprout is niet de beste knokker in deze map. Dus ik ben er blij mee. Ik ga wel even een andere teammate zoeken. En dan gaan we eens kijken of we het komende potje weer kunnen winnen. Gewoon even de 800 trofeeën met Nita. En dan gewoon alle credits weer verzamelen. Maar wat voor teammate hebben we nu? Dat is trouwens wel het spannende met random. Soms heeft hij zulke slechte teammates en soms wel een beetje goed. Dyna. Weer een thrower. Op zich, Dyna vind ik wel... Nou ja, Sprout, als je er goed mee bent, dan kan het prima. Maar ja, als je er niet goed mee bent, dan is het wel vervelend. Oké, hier is een grom. Die kan ik hebben. Oké, mooi. Dan is er nu nog een Leon over. Die moet nu dood. Als die Leon dood is, dan hebben we hier een win. Dus eerst moeten ze even die Leon killen. Yeah! Nou, win. We hebben niet echt een win. Maar we zijn goed genoeg. Ja. Oké, nee. Dit gaan we niet overleven. Nee. Dat wordt hem niet. Maar wel weer tweede geworden. Weer met de random. Dus ik vind het helemaal mooi. Dan gaan we gewoon lekker doorpushen met Nita. Ja, Dynamite wou ook niet door. Nou, ik vind het helemaal prima. Als het zo doorgaat, elke keer tweede worden, dan gaan we alsnog Nita boven de 800 trofeeën krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel eventjes mooi. Oh, ik vind deze gouden eigenlijk het vetste. Ja, je krijgt elke keer een nieuwe variant, zeg maar, van Nita hoe die eruit ziet qua snoepje. En ik moet zeggen dat ik deze wel echt heel bruut eruit vind zien. Ja, dat sowieso. Ik moet hier even uitkijken voor die M's. En voor die Brock trouwens ook. Ik ga hier eventjes weg. Ja, mijn teammate moet ook oppassen, want die staat daar echt veel te aanvallend te spelen. En gaat hij die Spike nog killen? Hij had hem volgens mij wel geraakt met super. Ja, inderdaad. Oké, nou, er zit nog een andere teammate. Dus dat is een beetje balen. We hebben wel 1 team uitgeschakeld. Dus dat is mooi. Maar deze teammate, die speelt aanvallend, jongen. Jongen, je gaat zo dood op deze manier. Ja, dat gaat hij inderdaad. Oké, wat gaan we doen? Ik ga dood. Nee. Mijn teammate speelde te aanvallen. Dan gaat het lastig worden. Oké, nou, dan ging weer in plek nummer 2. 1 keer nummer 2 geworden. Ja, en dan als je 4e wordt, dan heb je die trofeeën ook weer snel verloren. Hopelijk hebben we nu wat betere teammate. Want die 800 trofeeën wil ik eigenlijk halen. En dit is een Leon. Dat is al wel iets beter. Moet hij er wel achter zitten. Oké, een Leon is wel een goede knokker om samen mee te spelen. Dus ik heb er goede hoop in dat het nu goed gaat komen. We gaan niet naar het midden. Nee, dat gaan we niet doen. Ik kan hier even uitkijken om het hoekje. Ah, oh, daar is meteen weer een andere Leon. Ook de gouden Leon. 2 gouden Leons hier. Ja, dat is gezellig druk. Nou, ik laat lekker de hoofdpunten zien van dit potje. Oké, nou ja, deze Leon is toch niet zo goed als ik dacht. Hij verpest zijn hele onzichtbaarheid. En dit kan toch niet, jongen? Op die manier kan je niet aanvallen. Kunnen we die Eve nog killen? Ja, dat is wel chill. Maar hij speelt echt te aanvallend. Ja, waarom zou je op die manier onzichtbaarheid verbruiken? Hij was trouwens net ook al dood gegaan, dus dat is ook balen. Dus hij heeft daardoor iets minder krachtpunten. Maar ja, we leven nog wel, dus dat is mooi. Met een beetje mazzel kunnen we weer in de top 2 komen. Maar eerst te worden, dat gaat sowieso niet lukken. Want check dat team, die heeft 8 krachtpunten. Dat is te veel, dat gaan wij niet van hun winnen. Maar ja, als wij gewoon een beetje levend kunnen blijven en ervoor zorgen dat we in de top 2 komen, dan ben ik al helemaal tevreden. Dus dat zou mooi zijn. Oh, er wordt hier ondergevochten. We kunnen even kijken of we die kunnen hebben. Ja, dat is mooi. En die heeft nog wel een teammate die leeft. Dus dat is een beetje balen. We moeten even zorgen. Oh, hier, die bussen kunnen we misschien nu hebben. Oh, die is bijna dood. Die is bijna dood. Ik zal mijn beer eventjes neerzetten. En die kan dan eventueel wat helpen. En die bussen, die gaat nu dood. Dat is helemaal nice. En nee, ga eerst even op die andere. Ga eerst op die andere bee. Nee. Oh, dat scheelde 1 seconde. 1 seconde scheelde dat. Want anders waren we nog 2e geworden. Oké, nou, het gaat wat langer duren dan verwacht met die tapoesje naar de 800 trofeeën. Met randoms gaat het ook nooit snel. Dat is 1 ding wat zeker is. Ja, oké, dit potje gaan we waarschijnlijk eerste worden. Ga ik vanuit. Kan mijn beer nog neerzetten. Gadget erbij. Nou, en dan hebben we alleen die beurs nog. Oké, top. Eindelijk weer een keer een potje eerste geworden. Dan hebben we nu aan een plek nummer 2. Oh, net niet genoeg. We hebben
hebben nu 8 trofeeën nog nodig. Oké, weet je wat? We gaan proberen precies de 800 te krijgen. Als we nu dit potje winnen in knokbal, dan hebben we niet al de 800. Ja, dus dan hoop ik wel dat dat nu gaat gebeuren. Maar ja, weer gewoon met randoms eens eens kijken wat hier terecht van gaat komen. En dan hebben we het gehaald. Dan ben ik uiteindelijk hoe lang? Nou, dan ben ik bijna een half uur bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Ja, het is niet het meest tactische. Oeh, dat is natuurlijk wel goed aan die gadget van Gray. Ja, die is wel OP. Moet hier even uitkijken, dan ga ik helaas al dood. Oké, dit gaat meteen al heel pittig worden. Nu al helemaal. Dyna doet dit op zich wel goed. Ja, en daar hebben ze gewoon goede kills gemaakt. Dus dat is op zich wel lekker. Maar we moeten even kijken of we bij hun ook de boel kunnen slopen. Want anders gaat dit wel een heel pittig potje worden. Ja, dat sowieso. Maar wie weet, ja, lekker Dyna. Oké, nu moeten we kijken of we hier de boel kunnen hebben. Ja, dat is mooi. En dit moeten we in principe kunnen scoren. Ja, inderdaad. Nice! Oké, dan staan we toch 1-0 voor. Ziek gespeeld van die Dynamite. Ja, dat deed hij heel lekker. Dus daar ben ik wel blij mee. Eens kijken of we meteen weer kills kunnen maken. En oké, nice. Weer goed gedaan. Dyna, ja, dat was een beetje zonde van de super van Dyna. Maar we leven nog, dus dat is ook prima. Kunnen nu even kijken of we hierheen kunnen. Ja, dat kunnen we. Oh, hoezo krijgt hij levens erbij? Dat kwam waarschijnlijk door die teleport. Ik ga even mijn gadget erbij neerzetten. Nou, dat heeft niet zo heel veel nut. Maar die B, die is hier wel eventjes mee bezig. Dus dat is mooi. Gaan we nu kunnen scoren? En ja! Let's go! We hebben de 800 niet aan gehaald. Met gewoon complete randoms. Oké, ik dacht even toen al onze muurtjes weg waren. Dit gaat niet meer goed komen. Maar toch wel 800 niet aan. Oké, dan mogen we nu al een credits opmaken. Dat heb ik wel meer dan verdiend. En die chroma credits gaan we dus zo ook opmaken. En dan komen we er dus achter of we de 6000 gaan halen. Uiteindelijk toch wel nice dat het is gelukt. Oh, die 800 trofeeën niet aan. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het nog zou lukken. Want we gingen een beetje op en neer. En uiteindelijk dus toch wel goed gekomen. We hebben nu al 200. In chroma credits heb ik nu een beetje geskipt. Dus dat is een beetje onhandig. We zitten nu al over de 350. Dus dat gaat lekker. Hoeveel chroma credits hebben we nu? We hebben de 270 al. Dus daarmee kan ik best wel wat credits kopen. Want elke 100 chroma credits is 200 gewone credits waard. Dus dat is wel heel nice. En hier krijgen we nog een keer 40 chroma credits. Hebben we er dan 300? Ja, ik heb alleen met Squeak nog een opdracht. Maar we gaan eens kijken. Stel, ik ga deze opmaken. Dan krijgen we dus in totaal nog 400 erbij. Want dan zijn mijn chroma credits ook al op. Dus dan moeten we nog iets erbij hebben. Maar dan zitten we nu op de... Oeh, nee, we zijn er nog lang niet. Maar wel goed onderweg. We zitten nu bijna op de helft voor het volgende, zeg maar, level. Dus dat is wel heel nice. We hebben nog in totaal 1095 nodig. Dat gaat in deze video niet meer lukken. Maar als ik de hele pers heb voltooid, dan wel. En dat ziet er gewoon baas uit. Dan kan je mooi flexen. Ja. Nee, ik laat het erbij voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.